hoe ziet de gemeente Venlo er in 2040 uit? Tijdens het tweede atelier Venlo 2040, in het kader van de nieuwe omgevingsvisie, zijn we in gesprek gegaan met inwoners en ondernemers over de toekomst van de gemeente Venlo. We nemen jullie graag mee in deze avonden. Woningen en voorzieningen. Bewoners pleiten voor betaalbare woningbouw. Mogelijkheden voor starters en bouw per doelgroep. Het is voor inwoners in dorpen en wijken belangrijk om het voorzieningenniveau op peil te houden. Voor de leefbaarheid voor de dorpen en wijken wordt de aanwezigheid van een school en ontmoetingsplek als minimaal gezien. Mobiliteit en bereikbaarheid. Bij mobiliteit en bereikbaarheid is gesproken over het vervoerssysteem van 2040, waarbij de discussie tussen auto's en openbaar vervoer naar voren kwam. Over het algemeen wordt de bereikbaarheid van Venlo positief ervaren, maar in kleinere kernen is dit minder het geval. Daarnaast moet er aandacht zijn voor betaalbaar en frequent openbaar vervoer. Pas dan wordt het openbaar vervoer als gelijkwaardig vervoermiddel gezien in vergelijking met de auto. Op het gebied van energietransitie en duurzaamheid is gesproken over grootschalige energieopwekking versus kleinschalige bewonersinitiatieven zoals zonneweides en windmolens. Daken dienen eerst met zonnepanelen volgelegd te worden, met name bij de industrieterreinen. Natuurbehoud is daarbij cruciaal. Iedereen moet toegang hebben tot de energietransitie. Economie en werkgelegenheid brachten een discussie op gang over het spanningsveld tussen leefbaarheid en economische groei. Grote distributiecentra en glastuinbouwcomplexen worden als negatief ervaren. De huisvesting van internationale werknemers is een onderwerp dat meteen ter sprake kwam. Zorg hierbij voor goed onderkomen en maak onderscheid tussen short en long stay, zodat internationale werknemers zich hier kunnen vestigen. Verder is het doel om in de gemeente een eerlijke verdeling van lasten en lusten te krijgen. Natuur, landschap, klimaat en water zijn belangrijke thema's voor bewoners. Groen kan ingezet worden voor klimaatopgave en recreatie. Natuurontwikkeling biedt mogelijkheden voor waterberging, zowel in het buitengebied als in stedelijke gebieden en voor regionale profilering op het gebied van recreatie. Het geven van meer ruimte aan Moeder Maas draagt bij aan waterveiligheid. Een combinatie van groen en parkeren is zeer wenselijk. Weinig gemotoriseerd verkeer in de binnenstad vinden inwoners positief klinken. Er moet wel gedacht worden aan het in goede banen leiden van de verkeersstromen tijdens drukke dagen. Dit was een samenvatting van het tweede atelier Venlo 2040. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de omgevingsvisie? Ga naar nu.venlo.nl/omgevingsvisie.